De meeste reizigers nemen graag iets mee in hun koffer van hun buitenlandse reis. Maar niet alles mag ons land in. De douane op Schiphol neemt regelmatig smokkelwaar en foute souvenirs in beslag. Nou, dit zijn allemaal spullen die zijn ingenomen door de douane op Schiphol. Het zijn spullen die passagiers meenemen, wat ook heel veel wordt meegenomen door passagiers. Het kan zijn omdat ze niet weten dat het verboden is om mee te nemen. We hebben hier bijvoorbeeld op tafel best wel wat namaakspullen liggen. T-shirt van Puma, Adidas onder andere, Lacoste. Buiten Europa kun je dat goedkoper aanschaffen en nemen mensen dat dan graag mee. Je mag per persoon 3 stuks meenemen. En als je daar overheen komt, dan ben je eigenlijk alles kwijt. Tassen worden ook inderdaad wel veel meegenomen. Vaak ligt het aan de afwerking van de tassen, kun je het zien. Het is niet mooi afgewerkt, er staat geen Louis Vuitton in het ritsje. En als we kijken naar de binnenkant, dan is dat, ja, dat lijkt wel een soort van canvasachtig. Dat zou in een echte Louis Vuitton niet voorkomen, dat zou gewoon van leer zijn. Soms proberen reizigers bewust verboden goederen het land in te krijgen, maar vaak gebeurt dit ook onbewust. Bijvoorbeeld, dit zijn enkele voorbeelden die je op het strand kan vinden in het buitenland. En als we het dan over... dit is koraal, geen schelp. Hier leven dus diertjes in. Het is beschermd bij de Flora- en Faunawet en het is ook verboden om mee te nemen. Het is dus echt niet de bedoeling dat dit meegenomen wordt vanuit het buitenland. En schelpen kunt u ook beter laten liggen. Laat het liggen waar het thuis hoort. En zo belanden dus de meest vreemde dingen in het depot van de douane. Nou, hier komen we dus aan bij het depot van de douane. En hier bewaren wij onze exotische voorwerpen. Dus kom maar een kijkje nemen. Dit is bijvoorbeeld een koffer die we in beslag hebben genomen. Het is van olifantenhuid gemaakt. Neushoorn in beslag genomen. Is ook beschermd. Tasjes en riemen van beschermde slangen. Ook schoenen hier al. Met een cobra kop. Hier zie ik nog veertjes bijvoorbeeld liggen. Van een beschermde vogel. Mensen weten niet altijd inderdaad dat ze een beschermde diersoort meenemen. Dan zit het bijvoorbeeld verwerkt in een stukje. Of dan, ja, je staat er gewoon niet bij stil. Ik kan anders wel even een voorbeeld geven. Hier een instrument. Ik zal hem even openmaken. En deze passagier, ja, die had dus dit instrument meegenomen. Hij was zich niet van bewust dat dit dus beschermd is. Dit is een huid van een slang. Een beschermde slang. En toen hebben wij dus zijn gehele instrument moeten innemen. Nou, de in beslag genomen spullen die gebruiken wij voor voorlichtingsdoeleinden. Voor musea, universiteiten, vakantiebeurs. Dus het is echt voor voorlichtingsdoeleinden. Wilt u de regels nogmaals nalezen van de douane? Dan kunt u gebruik maken van onze douane-app. Of u gaat op internet naar www.douane.nl.